Tijd. Overlevingskracht ook. Dat heb ik wel. En dat is natuurlijk heel erg gevormd in mijn jeugd, dat ik geen kant op kon. Ik moest wel. Dus ik moet zeggen, het klinkt heel controversieel, dat die ziekte nu en het feit dat ik nu op de been ben, ook een gevolg is van die afschuwelijke jeugd. Omdat ik toen zo een bikkel heb moeten voor zijn, dat ik het allemaal overleefd heb, dat ik dat nu in mijn voordeel gebruik. Een watje of iemand die niks gewend is, die had al lang niet meer gestaan. Die was al lang niet meer geweest zelfs. Dus wat dat betreft, ik stel voor, laten we een keer, we kunnen ook op een buitens huisvlek wat afspreken en een heel bescheiden hapje eten, een gevulde giraf of een gegrilde rhinoceros met een koksmuts op en een appel in zijn bek. Dat kan. Dat kan. Kan gewoon. Uiteraard betaal jij. Ik niet, want ik heb geen geld. Mijn beste Erik. Ik ben heel dankbaar dat ik er nog ben. Het is een wonder dat ik er nog ben. Het is een godswonder dat ik er nog ben. Toen ik het ziekenhuis inkwam, op de kop af 2 jaar geleden nu, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, gaven ze me 10% om 2015 te halen. Dat vertelden ze me niet. Ze hebben het opgehoogd tot 30%. Nou, een derde kans. Dat was al heel eng. Dat was 10. Het is nu, ja, 2 jaar later en ik zit er nog gewoon. Er is wel heel veel gebeurd en er zit een enorme tumor in mijn hoofd, maar ja, alles is mogelijk. Je kan alle kanten op gaan. Er is 8 maanden in het pikken donker. Je weet het niet. Je weet het. Zij weet het ook niet. Niemand weet het. Laat ik van het beste uitgaan. Laten wij van het beste uitgaan. Laten we positief blijven. Strong-minded. Powerful. Echt een mind van ik geef niet op. Ik laat me niet neerhalen door die kutzooi. Dat is mijn stelling, een beetje. Wil ik het voor nu even wel laten? Ik wil alleen maar even zeggen hoe dankbaar ik ben dat je 43 jaar geleden in mijn leven kwam. En dat dat voor een groot gedeelte mij gered heeft in mijn jeugd, zoals je weet. De bezoeken bij je ouders, de winkelcentrum, uitjes, alles wat we hadden, alles wat er was. Dat was voor mij de perfecte, bleek later pas, coping strategy voor de help thuis. Heel dankbaar voor. De telefoon gaat weer. Dus het zou kunnen zijn dat er iets is. Dat kan allemaal. Als je ziet, dat is glasvlietje verkeerd. Dat de bovenbuurvrouw nu aan de tweemaalse paal zit. Ik ga even kijken. Ik spreek je snel. We zien elkaar snel. Ik hoop het. Ik sta op om de camera af te zetten. En dat was even mijn boodschap. En bedankt voor al die jaren. Fantastische vriendschap, lol. En ik heb nog nooit zo gelachen in mijn hele leven als met iemand als met jou, dat weet je. En het is weer haalbaar. Het is niet weg, het is niet dood. De kern zit er nog helemaal. Dit is helemaal intact. Moet alleen even chemisch opgeroepen worden door in contact te zijn. Dan komt het weer terug. Hey, gabber. Hold on. Zeg het ook tegen mezelf. Tot gauw. Bye bye.